video. En jullie horen het al aan mijn stem, ik ben weer ziek. Jee. Ja, dus dat wil ik alvast zeggen. Ik heb weer hoestaanvallen. Dus doe je volume niet te hard als je oortjes in hebt ofzo. maar vandaag heb ik weer een nieuwe update video voor jullie. En ik ga de update van vandaag en van vorige week laten zien. Want vorige week had ik geen filmpje gemaakt. Puur omdat die update echt heel klein was. Dus ja, dat doe ik wel eens vaker. Maar laten we snel beginnen. Alvast sorry voor mijn hele mooie halfdode stem. Ja, ik kan er niet veel aan doen. Ik heb echt keelpijn, oorontsteking, alles gehad. Echt verschrikkelijk, maar oké. in ieder geval. We zijn nu bij de nieuwe paardenmarkt. En ik vind het er echt super mooi uitzien. Het ziet er echt zo gezellig uit of zo. Met die bomen hier zo en alles. En ja, zoals jullie hier ook al zien zijn de nieuwe paarden. Maar daar ga ik nu nog niet heen. Ik wil eerst even de rest zien. Dat is ook voor mij de eerste keer dat ik het zie. Wat is dit? Kun je hier mooi doorheen rijden? En dan zie je ook nog een winkeltje. Er zitten volgens mij gewoon dezelfde spullen in als altijd. Ja. Niks nieuws. En hier zo heb je dan Eddie en Ferdinand en de paarden en zo. En je hebt ook missies, die gaan we zo ook doen. Maar ik wil nog heel eventjes verder kijken. Dan heb je hier ook nog allemaal van die balkjes met paarden daarachter. En ook nog een paar oude paarden van Fort Pinta. En dan hier is er zo meteen een nieuwe paarden. Maar ik ga eerst de missies doen. En dan ga ik een nieuw paard kopen. Want ik vind ze wel heel erg leuk. En ik vind ze wel leuk. Ja, ik vind ze heel mooi. Dus ik wil er eentje kopen. Dat vind ik wel leuk. Maar we gaan nu de missies doen. Ik ben Verena, dus mevrouw Eddy. Oké, ik ga niet alles voorlezen, want mijn stem is echt dood. Zijn het andere missies? Geen idee. Wissel de paarden met behulp van het schuifbord. Oh, oké, ja, dat weet ik al. Oh, daar komt iemand. Oké. Ik zit trouwens weer op Big Boy. Yay. Oké, nou dan moet ik dat even doen hier zo. Sorry. Ik ga de video ook niet zo heel lang maken, want ja, anders begeeft mijn stem het echt helemaal. Maar het erger nog, morgen moet ik nog naar school om het jaar af te sluiten en alles. En dan heb ik zo'n stem en zo van, hi. Ja. En nog even over de video van Pony Park City, want die moet nu dus wachten. Ik had natuurlijk gezegd, als ik vakantie heb, en ik heb eigenlijk nu al zo goed als vakantie, alleen moet ik morgen nog mijn rapport ophalen. Maar ik vind dat ik vakantie heb. En dan ga ik hem maken, en dat wou ik ook doen, totdat mijn lichaam bedacht van, hé, we gaan even ziek worden. Dus ja. Ik heb die, oh wacht, ik kan klikken. Want ik heb de foto's en alles al op de computer gezet. Dus het filmpje is zo gemaakt. Alleen ik heb nog een voice-over nodig. En dat gaat niet met deze mooie stem. Dus moet ik even wachten totdat die weer beter is. Maar oké, dit waren de missies. Was gewoon even kijken voor dit. Maar ik wil nu eigenlijk wel zo'n nieuw paard kopen. Ik wil ze eerst even allemaal goed bekijken. Dit is een soort zwarte. Ik vind die wel heel mooi zo met die dunne bles. Die vind ik wel mooi. Ze zijn ook niet zo heel duur, daar ben ik ook wel blij mee. Hoeveel starcoins heb ik nog? Ik moet wel een beetje uitkijken, maar ik wil niet heel mijn starcoins opmaken. Maar deze hebben we ook. Die vind ik ook wel leuk. Zijn die vlekken hetzelfde weer? Oh, die vlekken zijn hetzelfde. Dat vind ik niet leuk. Ze zijn gespiegeld, die vlekken. Dan kan je hier, kan je bij dat paard mooi zien. Wacht even hoor. Kijk, je ziet zo op die kont, zie je hier zo'n stip en daar dezelfde, die vlekken zijn gespiegeld. Dat vind ik wel jammer. Maar oké, deze heb je ook nog. Deze heeft een hartje op zijn neus, dat is wel schattig. Die vind ik ook wel leuk. En dan hebben we ook nog deze. Deze vind ik ook mooi. Ik denk dat ik deze wil. Ik denk het, want ik weet dat ik vroeger altijd, als ik bij de paardenmarkt reed, was er zo'n paard. Alleen dan in het oud model. Wacht, ik ga even kijken of die er is als je dit doet. Heb ik die nu meteen in één keer?
Natuurlijk niet. Even kijken hoor. Nee. Daar, ja, ik heb hem. Deze, die wou ik vroeger altijd, omdat ik die zo mooi vond. En die nieuwe, die lijkt er heel erg op. Dus ik denk dat ik die nieuwe ga nemen die daarop... daarop lijkt. Echt sorry voor dat gehoest, maar ik kan er eigenlijk niks aan doen. Ik wou dat ik er wat aan kon doen. En gewoon zo min mogelijk praten. Dus vanaf nu ben ik heel de video stil. Nee, grapje. Ik wil even die nieuwe paarden. Die. Ga ik nemen, die vind ik leuk. Dus ja, laten we... Wow, wacht. Die heeft goede bonussen. Maar eentje niet. Oké. Naam. Oké, hier komt het weer hoor. Een naam. Ik had zo'n schattige naam. Ik weet niet welke. Ga even kijken of er een leuke bij staat. Als ik zo klik. Ginger. Misschien is dat grappig omdat hij rood is. Maar nee, oranje. Caramel. Wat voor kleur ogen heeft hij? Volgens mij had hij groene ogen. Ja, hij heeft groene ogen. Even kijken hoor. Misschien dat ik... Even kijken hoor. Misschien is met twin. Twin is misschien wel grappig van tweeling, omdat ze vlekken zijn gespiegeld. Twee dezelfde tweeling is twin. Dat is denk ik wel leuk, maar wat is daar leuk bij? Twin knight, twin lady, twin kid, twin king, twin king, twin king. Dat klinkt grappig. Twin king. Van zo'n... Ja, oké, dat klinkt grappig. Ik denk dat ik deze doe, twinking. Ja, die vind ik leuk. Laten we het gewoon gaan doen. Ja, we gaan het doen. Oeh, we hebben een nieuw paard. Yes. En dan gaan we zo meteen het nieuwe paard even pakken. En dan ga ik... Waar ga ik eerst heen? Eerst naar Fort Pinta. Mijn stem. Eerst naar Fort Pinta. Sorry mensen. En want dat strand is helemaal vernieuwd. En dat wil ik ook even bekijken. En daarna naar de winkelcentrum. Want er is van vorige update een nieuw setje uitgekomen. Die ga ik niet kopen. Maar die wil ik wel even zien. En dan nog die nieuwe race doen met Twinking. Oh ja, en trouwens... Van die giveaway die ik een vorige video heb gemaakt. Daarvan komt volgende video de uitslag. Want ik heb eigenlijk... Ik heb wel naar de reacties gekeken. Ik heb ze wel al gelezen. Maar ik heb nog geen winnaar uitgekozen. Ik moet ze allemaal nog eventjes allemaal doorlezen. En dat heb ik nu niet gedaan. Want ik heb eigenlijk de afgelopen dagen alleen maar geslapen. Omdat ik me echt niet lekker voelde. Dus er is het nog niet echt van gekomen. Maar dat ga ik dan in de volgende video bekendmaken. Maar dus als je nog niet mee hebt gedaan aan die giveaway, moet je zeker even mijn vorige video bekijken. Want ik heb een giveaway. Wow. Dat doe ik ook nooit. Dus. Dat is wel leuk. Als je dan wil weten wat je kan winnen en zo, moet je die video kijken. Waar staat mijn paard? Daar. Weer een trainpaard erbij. Jee. Yeah. Oh, maar hij is wel schattig. Ik ga wel... zijn manen veranderen.
Want ik vind deze niet zo mooi. Maar we gaan even eruit. Oh, hij is zo mooi. Ik vind hem leuk. Maar we gaan even kijken naar de manen. Lange. We hebben ook die knotjes. Oh, die is ook wel leuk. Baard, doe je hoofd omhoog. Oké, okay, even 5 minuten wachten voordat hij zijn hoofd omhoog heeft. Ja, nu nog even naar... Ja, dankjewel. Die vind ik wel leuk. Ik denk dat ik deze doe, maar is de start dan ook mooi? Ja, we gaan deze doen. Ripstar coins. Wat mooi. Ik vind hem echt mooi. Ja, we gaan nu eventjes naar Fort Pinta strand. Oh. Zijn achterbeen heeft iets. Zien jullie dat? Dat is een beetje schokkend of zo. Hij heeft gewoon zijn been gebroken. Oh. Ja, maar ik vind hem leuk. Ik vind die vlekjes leuk. Ik vind de kleur leuk. En hij heeft een leuk hoofd. Dat is helemaal top. Nu eventjes gezellig naar het strand. En dan een nieuwe setje bekijken. En dan kunnen we nog die ene race doen. En dan is het alweer klaar. Ik haat mijn hoest echt verschrikkelijk. Star Stable wordt wel echt steeds mooier, vind ik. Met die nieuwe bomen en zo. Kunnen we zo gaan. Nou, dan gaan we hier weer allemaal kunnen naar beneden. Zo. Het nieuwe strand. Laten we zo gaan. Wat mooi. Veel meer bomen en zo, wat ze al zeiden. Dat vind ik wel leuk. Oeh, kijk, ze hebben dit nu. Dat is wel gaaf. Dat hebben ze in het echt ook altijd. Dat je dan niet in het zand hoeft te lopen. Ik vind het veel leuker zo. Ja, al dat eilandje is weg. Een soort van. Ik vind het echt grappig. Kijk hoor, wat er hier nu allemaal is. Een boot. En ik kan hier nog steeds overheen. Ik vind het er wel mooi uitzien. Het is wel leuk. Zou je ook nog steeds zo'n lichtstoel dat je hier kan liggen? Nee. Dat was er wel altijd. Ik vind het mooi. Ja, en die stoelen ook, die zien ook zo mooi uit. Ja, ik vind het mooi. Met die handdoekjes zo overal. Ja, ja, helemaal leuk. Wat schattig. En dan gaan we nu... Mijn stem is echt steeds meer aan het weggaan. Dan gaan we nu zo en dan gaan we naar het winkelcentrum en daarna naar Jarlheim. En daar neem ik wel even lekker de trailer voor. Niet te... Och, paard. Zometeen heb ik helemaal geen stem meer over. Laten we hopen dat het allemaal snel over is. Zodra ik beter ben, ga ik gewoon meteen verder aan die Pony Park City video. Want ik wil hem zo graag online hebben. Ik vind echt... Ja, ik wou dat hij heel lang online stond. Maar ja, het kan niet anders. Eventjes hier kijken naar de nieuwe kleren. Of nou ja, kleren, tuig voor je paard. Die. Gewoon een zwart dekje en een zwart zadel met
bont en een zwart hoofdstel. Die gespen en opeens groot. Kijk bij die gespen. En dan bij die paard. Ja, dat is even veel kleiner. Maar ik vind het wel mooi. Ik ga het niet kopen, wat ik net ook al zei. Want ik heb al een paard gekocht en ik wil niet al mijn starcoins meteen dat ze mol weg zijn. Dus dat. Maar ze hebben ook nog soorten bandages, dus die kunnen we ook nog eventjes bekijken. En daarna ga ik meteen door naar Jarlheim. Naar de nieuwe race. Deze. Gapen. Weet je wat echt verschrikkelijk is? Als je keelpijn hebt en je moet gapen, dat doet zoveel pijn. Maar oké. Deze zwarte beenbeschermers, die zijn wel mooi. Die andere zijn allemaal... Ja, zulk iets. Maar deze zijn wel mooi. Die zou ik misschien nog wel willen, maar niet nu. Wel mooi. Heel erg mooi. Mooi, mooi, mooi. Tegelijkertijd. Oh, oké, okay, ik ga piste doorheen. En nu terug naar mijn paardje. Dan gaan we hier even de trailer nemen naar Jarlheim. Wow, er komt gewoon een boom door de brug. Dat paard is heel wit, wow. Ik dacht echt van... waar moet ik precies zijn? Bij dat... dat... Hoe heette dat nou ook alweer? Daar, die ja. Dat moet hier dan zijn, ergens. Je gaat me niet zeggen dat die race toch op weg is. Ik dacht dat hij hier was. Hij was toch hier. Ik ga even kijken bij het nieuws. Als hij al weg is, dan zegt ze van, ah, oké, rip. Oké, blijkbaar is dat hele parcours gebeuren al weg. Het stond tot volgende week woensdag. En ik dacht dat dat dan ook nog woensdag zou zijn. Maar het is tot, dus het is niet woensdag. Dus ik heb geen race meer om te laten zien. Dat is best wel rip eigenlijk. Maar ja, oké. Okay, dat was gewoon een springrace. Die er nu dus niet meer is. Oké. Okay. Maar dat betekent dat het ook weer het einde van deze video is. En mijn keel vindt dat dus helemaal niet erg. Oh, ik heb echt bijna geen stem meer over. Dat is echt verschrikkelijk. Maar ja, ik hoop dat ik volgende week wel weer gewoon sowieso een video heb. En dat mijn stem weer beter is. Maar het zal wel weer niet, want mijn kinderen duurt het nog een paar weken. Maar oké, daar gaan we het nu niet over hebben. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus zeker een blauw duimpje omhoog. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Doei!